We gaan een applaus geven, Hardenberg, daar komen ze. Oh, kijk! Hoe mooi is dat, hè? Hoe mooi is dat? Door het finishland. Ja! Prachtig gedaan. En dan gaan we kijken naar een mooie sport. Ik zeg wel eens, iwat overdrijven, het is de mooiste sport op aarde. 50 meter. Ja, zo met papa. Want we hebben het heel goed gedaan. Mooi. Applaus hebben. Wat doet hij dat fantastisch? Schitterend doorgelopen. Gaan we ook naar het snelste meisje. Hier komt Jop Mulle. En we kijken naar het finishlint. Fantastisch gedaan, Julia Seppenmolen. Ja, Rijs is nu trots, want Seppenmolen wint bij de dames. En sport, we doen een mooie bed van een mooie atletiekvereniging. Denk bijvoorbeeld aan Spurt 88 of de atletiekclub in Ommen. Dat zijn allemaal mooie verenigingen waar je serieus kan leren hoe je echt heel snel kan worden in deze tak van sport. Hier in de volgende series de Bloemendonk, de Akker, de Elsenach, de Doekenschool. Alles over een beetje naar Hardenberg, lekkere muziek eronder, want we zijn bezig met die prachtige. En hier heeft 12:39 Joni Groenhuis. Gevolgd door 12:47 Gates Zonveld. Hier zometeen linksaf tussendoor.
succes! Dank u wel, Marlijn. Veel succes aan de als je door bent, mag je je hand opsteken. Zijn de mensen voor? Ja! Maar ze heel veel op de weg komen zo. Maar ze krijgen goed zo. En dan moet je weten dat we het goed beste hebben. Lekker hardlopen hier in Aardenburg. Voor die 5000 meter. Van mij ter hoogte van de Action en dat is bij zeg maar de ingang van Albert Heijn. Dus net verderop aan de rechterkant, daar is het wisselpunt van de estafette. Nou, dat gaat een feestje worden straks. Nog 2 minuten en dan gaan we starten voor de 15e keer hier bij de Vrielinghardenberg City Run. En ik wens jullie straks veel plezier, veel genot bij deze prachtige mooie run. Daar gaat die dames en heren, geef ze een groot applaus. De matadoren, de atleten, die vliegen hier over de stad. En op het publiek niet is aanwezig, dames en heren. Met Nick en Daniela als eerste loper van de beide ploegen. En ook de raad van de gemeente Hardenberg is hier aanwezig. Maar natuurlijk de deelnemers van Vrieling. En natuurlijk ook alle deelnemers uit hele Nederland. Het zijn de mooiste, je kunt je handen aan.